Wethouder Melissen van de gemeente Tiel en de heer Bok van Shipcon BV uit Dodewaard hebben het contract voor de bouw van het nieuwe voetveer Tiel-Wamel ondertekend. Met deze ondertekening is de stap naar een nieuw voetveer weer dichterbij. Met de bouw is een bedrag van €800.000 gemoeid. Contracttekening voor het bouwen van de nieuwe veerpont. En dus ook voor u een belangrijke gebeurtenis, want dat is toch een hele mooie opdracht. Ja. Ik ben om een aantal redenen blij. De eerste is dat we weer een hele moderne boot krijgen die in staat is om weer 150.000 mensen per jaar over te zetten. Waarbij het belang van de pont nog maar eens een keer onderstreept wordt. Omdat het gaat om de leerlingen van de overkant naar de school te brengen. De mensen die aan de overkant hier werken of met de trein elders moeten hier naartoe gaan brengen. Maar de mensen die hier wonen de gelegenheid geven om op een hele leuke manier naar het prachtige land van Maas en Waal te gaan om daar te gaan fietsen. Het is dus een enorme belangrijke verbinding. En dat die populair is, dat mag duidelijk zijn. Als alles volgens planning verloopt, vaart in het voorjaar van 2015 de nieuwe boot tussen Tiel en Wamel. De boot biedt een aantal voordelen ten opzichte van de huidige Hendrikus. Bij de nieuwe veerpont is maar één schipper nodig. Het is zuiniger en milieuvriendelijker. Ook wordt het in- en uitstappen voor passagiers gemakkelijker gemaakt. En het bijzondere van deze pont is eigenlijk wel dat het ook een hele natuurvriendelijke pont is. Zo zit er een watersmerende waterschroef op en dat betekent dat daardoor geen olie in het water terecht kan komen. Er komen zonnepanelen op en er zitten twee dieselmotoren in, maar er zijn wel hele schone motoren. En daarmee dragen we echt bij aan de verbetering van het milieu. En de bedoeling is dus dat deze pont over een aantal maanden gaat varen en dat zal gebeuren met een naam die voort zal komen uit een wedstrijd. En we gaan dus aan de mensen vragen, denk mee over de naam van de pont. Want we weten dat bijna iedere Tielenaar de pont kent. En we weten ook dat ze de pont belangrijk vinden. En we weten ook dat ze zich wel verbonden voelen met die pont. En dat is ook ja, het moment, denk ik, om als Tielenaar probeer je bijdrage te leveren aan het geven van die naam. Nou, dat zal allemaal omstreeks december, januari gaan gebeuren. En op het moment dat de pont gaat varen, dan zal die naam ook onthuld gaan worden.